Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 2 juni 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Het innovatieve Engelse bedrijf Sotabeams komt met een nieuw filter voor de FT-817. Het betreft hier een digitale filtermodule die zonder gaten te boren in de FT-817 past en die zowel voor SSB als voor CW werkt. Het filter kan zowel in combinatie met als zonder de optionele Collins filters voor de FT-817 gebruikt worden. De naam van het nieuwe filter is Laser Beam 817. De unit kost rond de 60 Engelse ponden en is te vinden op de site van Sotabeams www.sotabeams.co.uk. En Sota schrijf je met een S. Voor de Echolink gebruikers. Er zijn trouwens weer 2 meldingen primair gebruik bijgekomen. Beide in Zandvoort en in de hele 13 centimeter band. De eerste periode is van 13 tot en met 17 juli en de tweede van 18 tot en met 21 augustus. Het heeft te maken met auto's die zonder twijfel hard gaan. Volgens een Belgische onderzoekscommissie naar privacy geeft Facebook gegevens door aan inlichtingendiensten. Het gaat om het zogenaamde datercookie. De site security.nl waar ik dit op las geeft dat niet aan, maar vrij zeker gaat het om de zogenaamde likes van Facebook. Die likes verzamelen namelijk de gegevens van behalve Facebook gebruikers ook die van mensen op andere websites waar deze symbooltjes op staan. En dat is in strijd met de regels omdat die mensen op die andere websites vaak niet akkoord gegaan zijn met de algemene voorwaarden van Facebook. Eind vorig jaar al werd Facebook verboden om dit cookie nog langer te gebruiken. Facebook probeerde dat verbod vervolgens onderuit te halen. De site stelt dat dit cookie absoluut noodzakelijk zou zijn en zegt ook dat het beleid van het cookie inmiddels is veranderd. Volgens Facebook zijn verder alleen de gegevens van geregistreerde Facebook-gebruikers aan de inlichtingendiensten doorgegeven, omdat door de inlichtingendiensten daar alleen om gevraagd is. Morgenavond is weer de uitzending van PI4AA op PI2NOS en verder op 40 meter en in midden-Nederland op 145-325. Onderwerpen zijn onder andere kort nieuws en de X-nieuws. Verder legt PNL-AC uit hoe storing van een schakelende voeding kan worden voorkomen. PNPIP geeft een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van digitale spraak, zoals onlangs in Dayton op de Hamvention bekend is geworden. En PHN-OKZ heeft een interview met Dustin, PE1. Volgens mij heb ik zijn call niet helemaal opgeschreven, maar uit mijn hoofd was het P1OSZ. En het gaat over LoRaWAN. Wat is LoRaWAN? Hoe werkt het? En wat kun je ermee doen? Morgen vrijdagavond dus, vanaf 2100 uur op dezezelfde repeater. Ja, en dan nog dit. Bij het zoeken op internet kom ik nog een bekend gezicht en een bekende stem tegen. Het filmpje is uit 2013. Bij de meeste mensen is er weinig over bekend. Toch zijn er in Nederland zo'n 12.000 mensen zendamateur. Vanuit Utrecht wordt er geprobeerd contact te leggen met mensen over de hele wereld. Als er contact is gelegd, worden er gegevens en codes uitgewisseld. De amateurs vinden hun uitdaging in het zenden met verre landen. Marco van Dijk hield er vele vrienden in het buitenland aan over. Je communiceert over via de ether. Dus je communiceert met andere mensen over de hele wereld. En je maakt eigenlijk verbinding draadloos vanaf het punt waar jij bent naar een ander punt. Gewoon prachtig om de verbinding te maken met een ander land. En uiteindelijk, ja, ik krijg de kaart aangeleverd om een QSL-kaart. Hè? Want we hebben allemaal QSL-kaarten. Nou, ik heb er zelf eentje van mezelf vanuit Bonaire. Daar ben ik laatst weer geweest. En dan ga je dat land gewoon activeren. En dan praat je dus ook met Nederlanders, met andere mensen. En de voldoening is eigenlijk, voor mij is het om de landen te sparen. Er zijn er 342 in de wereld. Oké, prima. Nou goed, er wordt hier een beetje letterlijk natuurlijk met een camera naar mij gekeken. Er zijn wat opnames hier ook. Ik haal altijd mijn plezier uit hobby door het met zoveel mogelijk mensen te doen. Ook natuurlijk, hè, het is wel een eenlingssport. Je doet veel, doe je het zelf alleen thuis. Maar ik vind het ook leuk in clubverband. Dus eigenlijk een wedstrijdje zenden. Maar dat is leuk om zelf ook containers te bouwen. Daar hebben we op het bord hebben we erin staan, die hebben we zelf gebouwd. En dan uit te testen of dat het werkt. Hè, dat we goede resultaten ermee halen. Dus dat is ook het bouwen en het ermee zenden en contact maken met zoveel mogelijk mensen. Ja, blijft je fascineren. Whisky Papa 3 Uniform Mixer in het Puerto Rico van PI4UTR in het koude Nederland. Gegroet aan 73 en tot een volgende doorgang. Voor de Echolink gebruikers.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Voor de Echelink gebruikers. Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan?